Mijn mooiste plekje van Utrecht is de Wulpstraat. En ik sta nu aan het begin van de Wulpstraat voor deze muur. En het leuke is dat alle mensen die op deze muur staan ook daadwerkelijk in deze straat wonen. Dus dat is eigenlijk al een heel mooi begin van de Wulpstraat. Een pareltje in de Wulpstraat is het volgende. Daar lopen we nu naartoe. Dat is namelijk een hele mooie gezamenlijke binnentuin. Of eigenlijk is het een soort mini-parkje. En als het dus in Utrecht helemaal bomvol ligt in het Lepelenburg, in het Griftpark, dan kun je hier dus nog echt lekker op een kleedje liggen en rustig een boekje lezen of een balletje trappen, zoals je kan zien. Je moet nog even mee terugkomen, want wat heel leuk is, dit is een straat waar geen auto's komen, maar wel van die thuisbezorgd scootertjes heel lang, heel snel door de straat gieren. En daarom heeft een van de mensen die hier woont, die heeft namelijk dit gemaakt. Dat vinden de kinderen ook heel leuk, zachtjes rijden. Maar dat is ook wel tekenend voor de Wulpstraat, dat ze alle dingen met heel veel liefde en kleur doen. Net als alle bloemen en planten die je hier ziet in de straat. Vroeger was het helemaal kaal, was er niks. En de bewoners van deze straat, die hebben dit eigenhandig allemaal zelf letterlijk en figuurlijk opgefleurd. En die onderhouden dat ook allemaal zelf. En die bewoners die zorgen ook allemaal heel goed voor elkaar. Dus als iemand ziek is, dan wordt ervoor gekookt. Als iemand een auto nodig heeft, kan je die altijd lenen. Of je kan naar het ziekenhuis gebracht worden. Dus ze zorgen echt voor elkaar en voor de straat. En ze zorgen ook dat het er altijd heel mooi uitziet voor de mensen die hier doorheen komen. Bijvoorbeeld ook voor de postbode. Die is hier heel geliefd, postbode Jim. En die komt ook zelfs op de verjaardagen van de mensen die hier wonen. En als je hier het bochtje omgaat, zit je ook nog eens binnen 3 minuten op Ledig Erf en bij Vaartse Rijn. Dus al met al, hoe de mensen hier wonen, hoe het eruit ziet. Ik vind het echt een dikke vette 10 en mijn favoriete plek in Utrecht.